Said Moussaoui, eigenaar van de e-lounge in Kampen. Wat kunnen mensen hier doen? Nou, mensen kunnen hier in principe de waterpijp roken. Het gaat dan om een nicotine- en teervrije waterpijp. Dus ik kan zeggen dat het niet schadelijk is. Ik kan ook niet zeggen dat het heel gezond is, maar het is beter dan roken. En naast een waterpijp kunnen ze natuurlijk ook wat drinken. Koffie, thee, frisdrank, noem maar op. Je kunt dit eigenlijk vergelijken bij wat de Nederlanders doen. Even gezellig een pilsje pakken. En in het Midden-Oosten is het even de e-lounge induiken. Ja, eigenlijk wel. Hier is het meer van, hey, we doen een waterpijpje, lekker roken, gezellig met z'n allen. En dit is de enige in Kampen. Zijn er nog veel meer in de buurt of in Nederland? Nou, in Kampen is het nu wel de enige. Ik denk ook gelijk de eerste. Er zijn er twee geweest in Zwolle. De dichtstbijzijnde voor Kampen is natuurlijk Lelystad. Je hebt ze in Apeldoorn ook. Maar voor nu is dit de enige hier in Kampen. Ja. En in het westen? Nou, in het westen is het eigenlijk overal wel. Ik denk dat er in het westen ook het meeste zijn. Het wordt ook het meest gedaan. En het is ook het meest bekend bij de mensen. Dus, maar hier nog niet, natuurlijk. Heb je veel klandizie? Ja, eigenlijk wel. Ik heb best wel veel klanten, ook natuurlijk uit Kampen zelf. Maar ook heel veel uit Emmeloord, Urk, Zwolle, Meppel. Maar tot nu toe het meeste uit Kampen zelf. En daar ben ik heel blij om, eigenlijk. En die komen echt voor die die heldere pijpen, laat ik het zo maar zeggen. Ja, inderdaad. Ze komen dus voor de heldere pijpen. Dus geen andere soort troep in. Dus alleen een smaakje, zoals watermeloen of wat dan ook. En dat komen ze hier roken met z'n allen. Kost dat? Nou, het kost een normale waterpijp. Je hebt ze natuurlijk verschillend met ijs, met melk en noem maar op. Maar een normale waterpijp kost 10 euro. En dan kun je dan 1,5 tot 2 uur mee roken. Zo lang nog? Ja, inderdaad. Ze gaan heel lang mee. Ik maak gebruik van steentjes. Dat zijn nicotine- en teervrije smaaksteentjes. Daar kun je heel lang op roken, maar de kooltjes zelf zijn ook natuurkooltjes. Dus ze branden langzamer en ze verbranden het smaakje ook langzamer. Dus je kan langer roken. En met hoeveel mensen kun je dat doen? Nou, in principe, ik heb 1 slang, 2 slang, 3 slang en 4 slang waterpijp. Er zitten diverse aansluitingen aan. Ja. Ja, inderdaad. Diverse aansluitingen. En nou, als jij de 1 slang neemt en je wil met z'n 4 roken, nou prima. Tuurlijk, dan moet je langer wachten op je beurt en noem maar op. En als jij de 4 slangen neemt, dan ben je binnen 1/2 uur al klaar met roken, want je rookt met z'n 4 tegelijk. Snel leeggetrokken natuurlijk. Ja, inderdaad. Het gaat sneller op het smaakje, dus je bent dan ook sneller klaar. Yes. Je zei een drankje erbij. Jij verkoopt geen alcohol? Nee, inderdaad. Ik verkoop geen alcohol, ook vanwege mijn geloofsovertuiging natuurlijk. Maar ik heb ook liever dat het niet een hangplek wordt, maar meer een loungeplek waar je dus gezellig kletst en nog down to earth bent eigenlijk. Op die manier. En iedereen helder blijft? Ja, dat is het belangrijkste. Het belangrijkste is eigenlijk dat ze helder blijven en doorhebben dat ze een gezellige avond, dag of middag hebben gehad. Oké. Hoe oud zijn jouw gasten? Nou, mijn gasten, het verschilt nogal. Ik heb ze nu nog tussen de misschien de 18 en 20. Ik heb ze niet heel oud. Ik heb ze ook niet heel jong. Ik heb wel natuurlijk jonge mensen die het leuk vinden om te doen. Maar ja, dan twijfel je over, mag het wel, mag het niet? Ook al is het nicotine. Vanaf 18 mag het nog niet, hè? Of voor als ze jonger zijn dan 18? Nee, inderdaad. Ik heb wel contact gehad met de mensen die dat regelen. En het is allemaal een grijs gebied, omdat het natuurlijk nicotine en teervrij is. Dus je weet niet voor wie het wel bestemd is en voor wie niet. Maar ja, ik hou het nu nog op 18+. Ik ben wel heel benieuwd. Ja, kijk, dan denk ik dat ik jou ga uitnodigen om een waterpijp te roken. Nou, dat lijkt me gezellig. Ja, dan praten we zo verder. Ja. Prima, goed idee. Dank je. Het zijn net steentjes die ergens in een smaakje hebben gelegen. En het wordt helemaal een soort as, maar het blijven wel steentjes. Het blijft keihard. En, het is een geheim hoe ze dat maken, heb ik begrepen. En dan komt natuurlijk de folie. Wat ik met de folie doe is heel makkelijk. Je trekt het eroverheen. Je maakt het natuurlijk zo strak mogelijk. Ja. Want er moet geen lucht in kunnen komen. Aha. Tenminste, te veel lucht. Dat mag niet. En dan trek je hem zo strak. En wat ik dan doe, je hebt verschillende manieren om het te doen. Ik doe het met een tandenstoker. Prik je gewoon een paar gaatjes hier. Nou, een paar, het is nog best veel.
Er zit niet een speciaal tactiek aan of zo. Je doet het gewoon tot jij dat, tot je genoeg gaatjes hebt. Mm-hmm. En daar komt het kooltje op te liggen. Ja, hier komen twee kooltjes. En krijg je van dat kooltje dan geen schadelijke stoffen binnen? Nou, ik heb mijn best gedaan om het zo min mogelijk schadelijk te houden. Dus ik heb natuurkooltjes van kokosnoot, schillen en palmbomen gebruikt. Ja. Dus het duurt daarom ook bijna 10 minuten voordat ze echt klaar zijn voor gebruik. En je kan er 90 minuten op roken, op elk kooltje. Dus ik heb geprobeerd zo, min mogelijk schadelijk te houden, de kooltjes zelf. Is het niet bijvoorbeeld handiger om dat met een gasbrandertje te verwarmen? Een gasbrander zal er veel langer over doen. Ik heb ze thuis gebruikt voor op de gasbrander en dat duurde bijna een kwartier tot 20 minuten. Deze doet het in 8 minuten, als het goed is. Ja, ja. 4 minuten aan de ene kant en 4 minuten de andere kant. Oké. Kijk, en dan vind ik dit genoeg. Dat is natuurlijk naar eigen keus, maar ik doe het zo vaak dat ik dit wel nu onderhand snap. Wat ik doe is waterpijp klaarmaken voor gebruik natuurlijk. Dat is, even kijken. Water erin. Anders is het een gewone pijp. Ja, kijk. En geen waterpijp. Dan de waterpijp zelf gaat erop. Dan draaien we die even los. Het zijn wel mooie apparaten, hè? Het heeft een hele mooie werking ook. Wie erop is gekomen, dat vind ik. Kijk meestal of die lucht dicht is, nou dan is die nu wel, dus het gaat helemaal geen lucht erin. Schaaltje. En dan gaat het rubber er hierin en dit druk je dan volgens. Vacuum is. Ja, dit druk je zo op. Kijk, en als het goed is, is die nu. En dan zit die ook vast, ja. Is die nu gewoon klaar voor gebruik eigenlijk. Wat ik nu moet doen is gewoon wachten tot de kooltjes klaar zijn om het hier op te zetten. Zo, een beste rookwolk. Ik denk dat dat wel genoeg is voor verder ook. Dus als ik hem nu meeneem naar jou? Ja, laten we longen. Yes. Laat even zien als volgt hoe het gaat. Nou, ik zit namelijk zelf altijd zo. De kleermaker is een beetje moeilijk voor mij. Ik heb hier mondstukjes. Ja. Die ga ik even zo, die haal je zo uit. En die gaan vervolgens hierop. Ja. Dus voor de hygiëne natuurlijk. En vervolgens is het eigenlijk gewoon roken. Dus je doet het in je mond en... En zo gaat het eigenlijk voort. Maar... Ja, oké. Okay. Jij rookt normaal gesproken niet, hè? Nee, ik rook geen sigaret of check. Dit wel eigenlijk. Kijk, en dan geef ik hem zo aan jou. Is dit jouw mondstukje? Kijk. En dan... Nou, spannend. Het is alweer jaren geleden dat ik aan de waterpijp heb zitten lurken. Nou, daar gaat-ie. Wel duidelijk. Honingmeloen, een vruchtensmaakje, ja. En dan kun je dus met een man of vier hier zo gezellig zitten dampen. Ja, in principe een man of vier, vijf, wat jij hierop kan passend krijgen. Mm-hmm. Het is altijd goed. Wat natuurlijk ook belangrijk is, is de kooltjes aftikken, zodat het as, zodat je het as niet door de gaatjes gaat. Ja, ja. Inderdaad, zodat je dus geen as rookt. Dan gooi ik ze hier even neer. In principe is dat genoeg, omdat natuurkooltjes zijn, valt het as ook gelijk. Ja, ja. En dan. Maar dan nog haal je geen as naar binnen, want dat komt daar in het water, wordt het gezuiverd. Ja, eigenlijk wel, maar je hebt heel soms dat het as
door de folie gaat en in het smaakje komt te zitten. En dan verbrandt het as en het smaakje samen. Ja, ja. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Maar je krijgt nooit as binnen? Nee, je krijgt nooit as echt wat je dus binnenkrijgt in je longen of wat dan ook. Dat niet. Nee. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen dat het wel relaxed is, ja. Kijk, dat is ook eigenlijk wat ik mee wil geven altijd. Van, als je hier komt, het gaat niet om het. Het gaat mij niet om het dat je een waterpijp rookt per se. Of dat je geld uitgeeft. Of dat ik hier blut maak. Het gaat meer om het dat je hier komt en jezelf een beetje thuis voelt. Een plek waar je gewoon lekker kan zitten, kletsen. Geen stress, niks eigenlijk. Lekker lounge. Ja, samengevat lekker lounge. Daar komt het op neer. Ja, ja, leuke ervaring, Saïd. Bedankt. En ik wens je een heleboel lekkere, relaxte mensen toe. En dat het lekker gaat lopen. Top. Kijk, ik wil jullie ook bedanken natuurlijk voor de komst. Ik ben blij dat jullie een leuke ervaring hebben meegemaakt. En ja, ik hoop zo dat mensen toch meer snappen en inzien wat het eigenlijk is. Ik hoop het met je mee. Dankjewel. Goed om te horen.